30 jaar later. Ja, 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 ja. Voilà, dan ben je vaak zaterdagavond thuis. Kan je rustig alles herbekijken. Dank je wel. Alsjeblieft. Walter, heb je dit ooit gezien? Dit zijn beelden van Carina, de vrije televisieomroep. Carina. Goedenavond, kijkers. Dit is voor u en ook voor ons een zeer belangrijk ogenblik. Het begin van de eerste uitzending van de eerste vrije televisieomroep in België. Carina. Ooit gezien? Nee. Nee. Het is inderdaad de eerste en voorlopig enige vrije televisieomroep in Vlaanderen. Was een lokaal initiatief uit Heist op den Berg. Ah, jawel, jawel, nu valt me een Frank. Ja? Nee, ja. Ooit van gehoord? Ik heb ervan gehoord, ja. Dat waren drie jonge gasten die een radio, piratenradio, hadden in Heist op den Berg, Radio Christina. Ja. Ja, begin jaren 80 had je een heleboel vrije radio's in Vlaanderen. Hè. En die jongens deden dat zo graag en die wouden meer in plaats van radio. En die dachten, waarom maken we eens niet vrije televisie, een tv-piratenzender? Dat deden ze en de presentator was DJ Bert Bibber. En de technieker was Herman, de man die alles wat betreft camera en klank voor zijn rekening nam. Ze moesten dan ook tegen de mensen in de buurt zeggen wanneer ze zouden uitzenden, want het was een piratenzender. En dat deden ze dan via flyers en via berichten in de krant. Het enige probleem is dat ook de toenmalige PTT-minister Freddy Willocks die berichten ook las in de krant. En die wou dat natuurlijk tegenhouden, want in die dagen had u nog het BRT-monopolie. Ja. En dat mocht natuurlijk niet doorbroken worden. En hij zou koste wat het kost die tv-piraatzender willen tegenhouden. En wat begon als een zot idee zou uitgroeien tot een zaak van nationaal belang. We spoelen de tijd 28 jaar terug naar vrijdag 27 februari 1981. De dag waarop TV Carina illegaal de ether zou ingaan. Het is middag. En terwijl Heist op den Berg zijn boterhammen opeet, spreekt minister Freddy Willocks harde taal in het radiojournaal. Mijn standpunt bestaat hierin. Dat gegeven het feit dat er vandaag een wettelijk verbod bestaat op vrije televisie, dat ik vandaag alles in het werk wil stellen om illegale uitzendingen te vermijden. Wij hadden zoiets van, come on, we maken televisie voor de mensen, we zenden geen publiciteit uit, we hebben geen politieke overtuiging. We waren zo enthousiast. Het was ook aangekondigd. Iedereen verwachtte gewoon die uitzending. Dus wij dachten van, minister of geen minister, het zal op antenne gaan. Maar met minister Freddy Willocks valt niet te lachen. Hij schakelt de gerechtelijke politie in. Wij moesten dus jacht maken op een illegale tv-zender. We zouden gaan pirateren op een kabeldistributiemast in Herentout. Maar hoe dat gebeurde, dat wisten wij niet. Net als in elke Vlaamse regio staat er in de buurt van Heist op den Berg een antennemast die de gezinnen voorziet van kabeltelevisie. Maar hoe werkt zo'n antennemast? Elk tv-toestel in de Vlaamse woonkamer is via een kabel verbonden met een grote antennemast. Die mast vangt niet alleen het signaal op van de VRT, maar ook dat van tv-stations uit Frankrijk, Duitsland en Nederland. Er waren heel veel grote shows op Nederland 2 toen en VTM bestond nog niet. Dus de mensen keken vrij veel naar Nederland 2 en in die optiek dachten wij, daar moeten we zijn. En de bedoeling van ons was om eigenlijk een van die stations eruit te kiezen, een tv-zender te maken die instraalt op die mast en die eigenlijk het bestaande signaal verving. En dan denkt die ontvangstantenne van Nederland 2, ah, dat zijn de signalen van Nederland 2, dus dat moet uitgezonden worden terwijl dat het eigenlijk TV Carina was. Zo eenvoudig is het eigenlijk. En dan is het zover. De avond valt over Heist op den Berg. Iedereen zit klaar voor zijn tv-toestel. Die avond, als wij rondreden, ook al was het heel laat, overal brandde er nog licht in de regio. Hè. Dat betekende dat er een heel groot aantal kijkers op het puntje van hun stoel zaten te wachten, ook al was het nacht. Er was duidelijk, er broeide iets hier in de buurt. De tv-avond op Nederland 2 loopt op zijn einde. De heistenaren wachten gespannen op meer. Ondertussen krioelt het in het dorp van de BOB'ers, die zich verdekt opstellen in de buurt van de antennemast. Onze taak was, tracht die mensen op eerder na te pakken. Dat is eigenlijk het schoonste bewijsmateriaal dat er is. Zij hadden geen enkel idee van waar gaan die dat doen. Zitten die op een kilometer afstand, zitten die op 2 kilometer afstand? Het enige dat wij wisten was dat de uitzending gebeurde via de antennemast van Herentout. En dat was natuurlijk ons sterkte, dat die dat eigenlijk niet wisten hoe dat wat effectief zouden doen. Ook Tamara King, het videoproductiebedrijf van Luc Dardin, de derde tv-piraat, wordt scherp in de gaten gehouden. Eigenlijk gingen wij ervan uit dat Luc
de zaakvoerder van Tamara King, dat dat de hoofdpersonage was eigenlijk. Als ze u betrappen op illegaal uitzenden, dan wordt het materiaal aangeslagen en verbuurd verklaard. En daar was ik natuurlijk bang voor. Rond 11:30 schieten de TV Carina-piraten in actie. Bij videobedrijf Tamara King rijdt een bestelwagen de nacht in. Terwijl de tv-piraten de uitzendapparatuur in gereedheid brengen, verliest de BOB de bestelwagen geen seconde uit het oog. TV Carina kan nu elk moment de ether ingaan. Wel te rusten, kan ik rustig zeggen. Vergeet niet het toestel uit te zetten. Wij doen dat nu ook. Tot ziens. En dan is het zover. Goedenavond, kijkers. Dit is voor u en ook voor ons een zeer belangrijk ogenblik. Het begin van de eerste uitzending van de eerste vrije televisieomroep in België, Carina. Het begin van de uitzending is het signaal voor de BOB om in te grijpen en de tv-piraten op heterdaad te betrappen. Ja, maar... En dan weten de BOB'ers niet wat ze zien. De bestelwagen is leeg. Er zat niks in. De vrachtwagen was leeg. Om de BOB te misleiden, werd de bestelwagen van Tamara King de baan opgestuurd. Met als chauffeur de vader van Luc Dardin. En dan hebben we toch de vraag gesteld aan de chauffeur en gezegd: waarom rijd jij hier zo lang rond? Ah, zegt mijn vader. Mijn zoon heeft gevraagd om met de camion eens een paar toeren te doen voor de batterijen op te laden en zo. En die gasten die van de politie die snapten wel van, tja, die zijn die wel met ons voeten aan het spelen. En achteraf bekeken was dat wel een afleidingsmanoeuvre om ons van de plaats van het delict weg te lokken. De plaats van het delict is een tuinhuisje vlakbij de antennemast, van waaruit de tv-piraten stiekem uitzenden. Onze apparatuur die vond dan een plaatsje in een tuinberging. En op de gazon stond dan een antenne die dus met behulp van een statief naar de hoge antennemast van de kabeldistributie gericht was. In Heist en omgeving genieten duizenden gezinnen van de eerste TV Carina-minuten. En plots valt het signaal weg. De piraten begrijpen er niks van. Kijken op de monitor van, we zijn er niet. Er is iets mis en het ligt niet aan ons. Daar was ik 100% van overtuigd. In een laatste wanhoopspoging heeft de BOB aan de kabelmaatschappij het bevel gegeven om het signaal van Nederland 2 af te zetten. Op dit moment hebben ze zich eigenlijk een slechte verliezer getoond. Hè, want ze hebben ons niet kunnen pakken. En wat deden ze dan? We stekken eruit. De BOB'ers triomferen. Dat is wraakroepen natuurlijk. Maar tv-piraat Herman is bij de pinken. En dan heb ik heel snel de zender omgetuned van Nederland 2 naar Nederland 1. En daar bleek dus geen blokkage te zijn. Ook de kijkers zijn bij de pinken. In de huiskamer wordt de post verzet en vindt men al snel TV Carina terug op Nederland 1. Missie TV Carina geslaagd. En we hebben dan toch ons volledig uur in de ether kunnen brengen. Achteraf was dat zo'n klein beetje revenge van... we hebben er maar toch liggen. Zo, beste kijkers, aan alles komt een einde. Zelfs aan de eerste uitzending van het eerste vrije televisiestation van België. Namelijk Carina. Toch een straffe mediagebeurtenis. Ja, maar als ik het zag van Tamara King, dan viel me een frank. Ja, ja. Ik wist alleen meer dat het Carina heette. Mm-hmm. Ze zijn hier ook vanavond, de tv-piraten. Goedenavond, jongens. Daar zitten ze alle drie op een rij. Goedenavond. Proficiat, jullie hebben uiteindelijk toch de antenne gehaald. Dank u. Dank je wel. Hebben jullie nog last gehad van die BOB achteraf? Het was duidelijk dat Freddy Willocks niet echt gecharmeerd was van ons experiment. We zijn dan voor de rechtbank moeten komen eigenlijk. Mm-hmm. Ja, we hebben jouw politiefoto trouwens ook teruggevonden. Hier zien we hem. Inderdaad. Ben je met die look nog van straat geraakt, Bert? De grote gangster, gelukkig wel, ja. Ja. Maar dan achteraf, voor Tof van Beroep, zijn we vrijgesproken. Omdat men duidelijk in de mond had dat we eigenlijk geen echte gangsters waren. Ja. En jullie zijn dan gestopt of hebben jullie nog andere afleveringen gemaakt?
Nee, we zijn toen duidelijk gestopt omdat we wisten dat het fout zou lopen. Moesten we verder gaan uitzenden, dat men ons inderdaad op heterdaad zou betrappen. Mm-hmm. Ja, en dan... dat is eigenlijk jammer, Bert, want ja, jullie hadden pionierswerk gedaan toen. Hè. Jullie brachten lokale evenementen in beeld, iets wat de regionale tv pas begin jaren 90 deed. Want we kijken even naar een fragment waarin jullie een lokale organisator interviewen van een voddenmarkt. Oké. Okay. En nog een laatste vraag. Heeft u nu een echte verklaring voor het succes, het tenderende succes van deze Heisse voddenmarkt? Ja, het succes, dat zou ik heel goed kunnen inkleden. Dat is eigenlijk iets doen. Iets doen in je leven. En als je iets doet, ik zeg altijd, het iets is niet en was het niet iets, was er toch nog iets. En het is gekomen, het niet was niet en het is gekomen, het is iets. Dank u. Ja, daar moeten we even over nadenken. Dames en heren, de TV-piraten. Dank u.